Oké, ben je er klaar voor? Yes, let's go. Ja, heel goed. Nou, ik ben zeer vereerd dat jij hier bent. Ik ga het meteen even awkward maken, maar ik ben echt wel een beetje een fangirl. Echt, is het zo? Ja. Nou, ik vind het ook wel een beetje spannend, want het is de eerste keer dat ik in een vlog zit überhaupt. Ja? Dus, het is geen vlog alleen, hè? Oh. Het is een video. Oh, het is een video. Ja. In ieder geval op YouTube. Gewoon een echte, fatsoenlijke YouTube-productie. Ja, precies. Ja, voor de mensen die Rutger niet kennen. Rutger Bregman is historicus, schrijft voor De Correspondent, heeft meerdere boeken geschreven, waaronder Gratis Geld voor Iedereen, die in 32 talen is vertaald. En natuurlijk De Meeste Mensen Deugen. En ik heb het boek niet eens hier. Goed, De Meeste Mensen Deugen dus. Ik denk dat het goed is om meteen al een beetje een disclaimer te geven, want de dingen waar we over gaan praten zijn natuurlijk best wel het hele complexe materie wat we nu even YouTube ready moeten maken. En er zijn 100 nuances te maken en 1000 verhalen te vertellen, maar daar hebben we nu niet de tijd voor. Dus lees het boek. De Meeste Mensen Deugen, dat is wat jij zegt. En daar heb je een 500 pagina tellend boek of nog meer zelfs over geschreven. Er zitten wel veel plaatjes in hoor. En de letter is best groot, dus je gaat er zo doorheen. Oké. Nou, ik had hem in 2 dagen uit, moet ik zeggen. Dat scheelt. Maar goed, het is natuurlijk ook complex onderwerp, of er is veel over te vertellen. Ja, deze vraag krijg je natuurlijk heel vaak, maar toch wil ik hem gelijk even ingooien. De meeste mensen deugen, ja, maar de Holocaust. Ja, dat is natuurlijk een van de grootste vragen van de geschiedenis. Hoe zit dat? Nou, de ironie is natuurlijk ook dat als je zo'n dik boek schrijft over het goede in de mens, dan moet de helft gaan over onze zwartste bladzijde, over de verschrikkelijke dingen die we elkaar aandoen. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar kan je natuurlijk geen kort antwoord op geven. Weet je? Nee. Er zijn bibliotheken over volgeschreven. De vraag die ik in dit boek probeer te beantwoorden is van hoe kan het dat mensen die van nature geneigd zijn tot het goede, want daar denk ik dat er heel veel bewijs voor is, dat die toch in sommige situaties verschrikkelijke dingen doen. En dat komt volgens mij, één antwoord is dat vriendelijkheid, dus aardig doen tegen elkaar en ook aardig gevonden willen worden, dat willen we allemaal, dat dat ook heel dicht bij meelopergedrag zit. Dus het zijn twee dingen die dicht bij elkaar, iets goeds zit heel dicht bij iets slechts. Ja. En dat zie je denk ik op veel punten in de geschiedenis. Dat mensen het moeilijk vinden om nee te zeggen tegen bijvoorbeeld slechte leiders. Of dat ze ergens bij willen horen. Dat ze, weet je, op meelopen gedrag vertonen. Dat is een deel van een antwoord. Maar ik bedoel, ja, je kan de boeken kasten over volschrijven. Ja, wat ik zelf ook wel een hele leuke vond was dat je zegt dat we heel erg geneigd zijn om mensen die op ons lijken ook aardig te vinden. Ja. En ik weet bijvoorbeeld, was laatst zat ik The Handmaid's Tale te kijken. Ik weet niet of je die serie kent. Ja, zeker. En er zit een blonde vrouw in. En je kan veel over haar zeggen, maar het is niet bepaald een hele aardige vrouw op zich. En Max, mijn vriend dus, die vindt haar echt verschrikkelijk. Maar ik zie altijd het goede in haar. En toen zat ik laat te denken, ja, dat komt natuurlijk omdat ik best wel op haar lijk. Ja, ja. Dus dat was een soort van ja, en het is natuurlijk redelijk makkelijk om het goede aan te nemen in mensen van dichtbij, weet je wel. Om je vrienden of je familie of je collega's. Dan zeggen mensen, ja, die deugen wel. Maar als mensen ineens op een afstand staan, als ze abstract worden, een nummertje in een grafiek of een tabel, weet je. Bijvoorbeeld één vluchteling die voor je staat, ja, daar heb je wel sympathie voor. Ja. Maar als je dan hoort een miljoen, een stroom, weet je wel, die binnenkomt, dan is het ineens heel angstaanjagend. Dus dat is ook zo'n proces, afstand tussen mensen. Veroorzaakt ook heel vaak wantrouwen. Ja. Dus hoe kunnen we dat aanpakken? Mensen dichterbij brengen. Dus in contact gaan met anderen. En het goede aannemen, juist ook in vreemdelingen. Ja. Dat is echt wat ik betoog. Dus het gaat er niet om dat mensen van nature goed of slecht zijn. Ik denk dat echt dat we twee benen hebben. Mm-hmm. Een goed been en een slecht been. En de vraag is welke we trainen. Ja. Maar wat je aanneemt in andere mensen, is ook heel vaak wat je oproept. Dus als je mensen met vertrouwen benadert en aanneemt van, nou ja, de meeste mensen hebben het goede met mij voor, dan is dat soort van besmettelijk. Dan is dat ook heel vaak iets wat je terugkrijgt. Ja, want je hebt het over, nou, je hebt meerdere leefregels in je boek, maar er zijn twee heel belangrijk. Mm-hmm. Welke waren dat? Nou, de eerste waar ik eigenlijk mee begin is, bij twijfel ga uit van het goede. Okay. Weet je, wij zijn heel vaak, als we communiceren met andere mensen, dan is er wel eens wat ruis op de lijn. Weet je? Ja. Er is wel eens wat miscommunicatie. Ja. Ik heb dat zelf altijd op WhatsApp. Weet je? Of WhatsAppjes, hoe moet je die in vredesnaam interpreteren? En dan staat er een rare smiley of er staat geen smiley. En dan denk je weer, oh, die zal het boos bedoelen. Ik denk dat je beter bij twijfel altijd uit kan gaan van het goede. In de eerste plaats, de meeste mensen deugen. De meeste mensen bedoelen het goed. En in de tweede plaats, stel dat iemand iets slechts bedoelt, dan kan jouw reactie toch weer het goede oproepen iemand anders. Want als je dan toch aardig reageert, dan gaat die andere misschien ook kort aan het denken gezet. En misschien moet ik het dan ook anders doen. Ja. En het punt is, en dat is misschien wel het belangrijkste, is
Ja, natuurlijk word je af en toe in je leven opgelicht. Dat gebeurt. Weet je, ik ben zelf ook wel eens opgelicht. Dat was een aantal jaar geleden. Toen was ik nog student en het was in Utrecht. Kwam een man en die zei, ja, mijn auto is gecrashed en vrouw en kinderen moeten achterlaten. Kan je even €50 pinnen? En nou ja, domme ik zei meteen, ja, is goed en ik geloof je. En voor ik het wist, stond ik te pinnen en had ik hem €50 gegeven. En ik kwam thuis en mijn vrouw, die zei, of toen nog vriendin, die zei, ja, wat heb jij nou gedaan? Ben jij een naïveling? En ik zei, nee, ik ga op internetbankieren kijken, maar dat geld is nooit meer teruggekomen. Oh, en toen voelde ik me dus heel naïef, weet je wel, heel dom. En dan schaam je jezelf voordat je uit bent gegaan van het goede. Terwijl pas veel later ben ik me gaan realiseren van, maar wacht even, misschien hoort het er gewoon bij. Want als de meeste mensen deugen en je meestal uitgaat van vertrouwen, dan hoort het misschien ook bij dat je af en toe een keer pech hebt en opgelicht wordt. En wat is het alternatief? Ja. Ik bedoel, als je wil voorkomen dat je opgelicht wordt, dan moet je de hele tijd wantrouwend zijn. Ja. Weet je wel? Dus, dat is ook geen leven. Nee, precies. Dus ik zou zeggen, juist mensen die nog nooit zijn opgelicht, die zouden zichzelf moeten afvragen, zijn eigenlijk wel met genoeg vertrouwen in het leven? Ja, want ik zat daar inderdaad ook over na te denken. Waar komt toch die overtuiging vandaan dat... ik heb het idee dat we heel vaak anderen beoordelen op hun acties, maar onszelf op onze intenties. En klopt, ja, klopt. Heel, heel praktisch voorbeeld misschien, dat stel ik loop in de Kalverstraat of een drukke winkelstraat en ik heb een tas bij me en iemand grijpt me bij mijn schouder, dan heeft mijn reactie om mijn tas vast te klampen misschien. En ik weet niet of ik dat zo heb, maar ik denk dat veel mensen dat hebben. Terwijl in 9 van de 10 keer is het, heb ik iets laten vallen en breng diegene dat terug. Want klopt, volgens mij valt het wel mee met de berovingen. Wetenschappers hebben daar echt een ingewikkelde term voor. Dus wat je net noemt, de moralisatiekloof noemen ze dat. Dus wij vinden wat anderen doen bij ons, vinden wij veel erger dan wat wij doen bij hen. Weet je? Dus wat wij doen bij hen, nee, dat is gewoon redelijk, proportioneel, weet je wel. Een boontje komt ons een loontje, maar als die andere... Nou ja, en zoveel conflicten in de geschiedenis, die draaien natuurlijk om. Weet je wel, denk aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat is een eindeloze loop, een spiraal van geweld en tegengeweld. Dat gaat maar door. En iedereen heeft empathie voor de eigen groep. En dan is het zo, nee, ons is onrecht aangedaan. En zo gaat het maar door. Terwijl, als je een beetje uitzoomt. En weet je wel, als je als een marsmannetje naar kijkt. Die denkt, die mensen lijken heel erg op elkaar. Weet je, ze doen precies hetzelfde. Ze willen allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Wil je nog een beetje koffie trouwens? Ik heb nog wel. Jouw boek heeft mij dus geïnspireerd om een maand in het teken te stellen van Random Acts of Kindness. En met deze video hoop ik natuurlijk dat nog veel meer mensen doen. Ja, super vet. En dat is natuurlijk een beetje een praktische doorvertaling van alles wat je schrijft. Maar wat hoopte jij te bereiken met je boek? Nou, ik vind het echt super leuk dat je dit bent gaan doen. Want een van de centrale boodschappen van mijn boek is dat menselijk gedrag besmettelijk is. Weet je wel. Een van de problemen vaak, dat als we iets goeds doen voor een ander, dan houden we het geheim. Dan zeggen we, weet je wel, ja, vrijwilligerswerk, ah, dat stond goed op mijn cv. Of weet je wel, nou, het was ook handig voor mezelf. En, weet je wel, je wil vooral niet als deugdmens overkomen of als do-gooder. Maar het lastige is dan, dat je dat goede, dat plaats je dan in quarantaine. Weet je wel, dan inspireer je andere mensen niet meer. Ja. Terwijl we weten uit superveel psychologisch onderzoek dat menselijk gedrag is besmettelijk. Ja. Dus... ik vind dat een hele leuke manier om zo over na te denken. Dat als jij één random act of kindness doet, gewoon aan een willekeurig iemand, dat diegene zelf misschien ook alweer geïnspireerd is en dingen gaat doen. Ja. En dat is als een soort van golf. Ja, precies. Dat gaat als een hele golf door de werkelijkheid heen. Ja. Dus wat jij doet is gewoon veel meer dan alleen die ene daad. Het heeft veel meer gevolgen. Ja, dat hopen dus, we in ieder geval. Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Maar wat hoopte jij met het boek te bereiken? Nou, kijk, waarom heb je het geschreven? Als je uitgaat van een ander positiever mensbeeld, dan kan je eigenlijk alles anders gaan doen. Dus op dit moment is het nog zo vaak zo dat onze overheid, ons bedrijfsleven, op zoveel plekken in de samenleving gaan we uit van wantrouwen. Ja. Van het idee dat de meeste mensen niet deugen. Ja. En dan hebben we allemaal managers en bureaucraten en controleurs om ons in toom te houden. Ja. Terwijl als je zegt de meeste mensen deugen, dan kan je dingen heel anders doen. Ja. Dan hebben we misschien al die managers misschien niet meer nodig. Weet je wel? Dan kunnen mensen in zelfsturende teams werken en gewoon hun werk doen. Dus het is in eerste instantie klinkt het heel onschuldig. Zo van, oh, de meeste mensen deugen. Een onschuldig idealistisch ideetje. Terwijl je het echt gaat doordenken, dan realiseer je. Het is eigenlijk revolutie. Ja, want je schrijft ook in het boek over
dat er echt rigoureuze veranderingen misschien wel nodig zijn. En je vertelt over gevangenissen die al heel anders werken, waar gevangenen gewoon vrij rondlopen. Mm-hmm. En over, of gevangenissen is het denk ik, mm-hmm. ik weet niet of er al meerdere zijn. Over scholen waar er eigenlijk geen leraren zijn zoals we die kennen, mm-hmm. überhaupt geen klassen. Denk je dat het echt realistisch is om die, ja, om zo de toekomst te zien? Of wat denk je dat daarvoor mm-hmm. nodig is om dat breder uit te rollen? Nou, ik vind dat heel grappig dat als we zeggen iemand is een realist, dan ja. bedoelen we vaak automatisch dat diegene ook een cynicus is. Dus een soort van cynisme en realisme zijn heel vaak naïef. En wat ik probeer te laten zien is dat het juist veel realistischer is om uit te gaan van het goede in de mens. Dat het ook echt kan werken. Dus bijvoorbeeld, je had het over die gevangenissen in Noorwegen. Nou, dat zijn echt, als je daar eerst naar kijkt, denk je echt, dat zijn gestoorde gevangenissen. Ja. Dus wat doen ze daar? Ze geven echt gedetineerden de vrijheid om, nou ja, ze kunnen zelf naar de bioscoop gaan. Er is zo'n gevangeniseiland waar zo'n bioscoop is. Een bibliotheekje kan je langs. Er is een eigen muziekstudio, kunnen ze plaatjes opnemen met een eigen label. Dat heet Criminal Record. Wow, ja, geen grap. Ja. En je denkt in eerste instantie, deze mensen zijn gek geworden. Weet je, wat een naïeve idealistische hippies. Totdat je erachter komt dat er experts en wetenschappers zijn die van over de hele wereld naar die gevangenis toe komen. Bastoy heet die gevangenis in Noorwegen. Omdat ze de laagste recidive ter wereld hebben. Dus de recidive is de kans dat een gevangene weer de fout ingaat als hij wordt vrijgelaten. Nou, we willen allemaal dat dat niet meer gebeurt. Weet je? We willen allemaal dat gevangenen er beter uitkomen uit zo'n plek dan dat ze erin gaan. Ja. Maar ja, dan moet je dus wel nadenken van wat werkt het beste. En dus de gevangenis die het minst op een gevangenis lijkt, die presteert volgens de harde, realistische, wetenschappelijke data, mm-hmm. presteert hij het beste. Ja, ja, dat zet je wel aan het denken. Ja, maar denk je dat op dat vlak de wereld er over 50 jaar anders uit gaat zien? Ik hoop het. Kijk, ik geloof niet in een soort van toekomst voorspellen of zo, weet je. Ik denk niet dat je kan zeggen, het gaat die kant op, dat is onzin. Dat soort mensen moet je nooit geloven. Nee. Wat ik denk wel kan laten zien is van dat het anders kan, ja. weet je. Dus ik zeg niet dat je een optimist moet zijn of zo, maar je mag wel hoop koesteren. En er zijn allerlei mensen die vaak niet zoveel in de pers komen, die niet zoveel aandacht krijgen, maar aan de randen van de samenleving die het nu al anders doen. Ja. En wellicht kan dat groeien tot iets groters. Ja. Ja, dit is niet zozeer een vraag, maar ik heb 2 maanden terug ongeveer jouw boek gelezen en mm-hmm. sindsdien heel veel over gepraat met mensen, een soort Jehovah-getuige van jouw boek. maar ik vang, als je het erover vertelt en je hebt het boek dus niet gelezen, dan vang ik nog best wel veel cynisme op. Ja. Herkenbaar. Ja, hoe ga jij daarmee om? Nou ja, kijk, je moet bedenken dat cynische mensbeeld, dat zit zo diep verankerd in onze cultuur. En ook, bedenk waar mensen hun informatie vandaan halen. 90% van de Nederlanders volgt het nieuws. Ja. Ja, het nieuws gaat vrijwel altijd over dingen die misgaan. Weet je, over oorlog, over geweld, over corrupte politici en noem maar op. En dan moet je wel bedenken, ja, het nieuws gaat over uitzonderingen, weet je wel. Het nieuws ja. gaat niet over de meeste mensen die gewoon hun leven leiden en exact. Proberen het goede te doen. Dus het nieuws is eigenlijk een soort van drugs eigenlijk, die allerlei nare bijeffecten heeft. Je denkt, oh, ik word gewoon goed geïnformeerd over de wereld. Terwijl er zit een hele ja, selectieve kant wordt natuurlijk belicht. Dus ja. ik zeg ook altijd van, ja, stop met het nieuws. Het nieuws is niet goed voor je. Ja. Ik bedoel, de zaterdagkrant mag je prima lezen. Dan gewoon de bijlagen erachterin, daar leren we wat van. Maar de voorpagina's, het NOS-journaal. Ja, ik zeg niet dat het geen sympathieke mensen zijn die er werken. Maar als je alleen maar de hele dag dat nieuws in je brein aan het proppen bent, dan heb je aan het eind van de dag een totaal geflipt beeld van hoe mensen in elkaar zitten. Ja, dus jij kijkt ook helemaal geen nieuws meer? Nee. Ik volg het niet. Ja, kijk, het is echt, je moet een onderscheid maken tussen nieuws en journalistiek. Hè? Journalistiek ja. helpt je om de wereld beter te begrijpen. En nieuws gaat echt over sensatie, incidenteel, weet je wel, net gebeurd. Ja. Dat laatste kan je echt laten zitten. Natuurlijk moet je verdiepen in hoe de wereld werkt. En daar ja. kan je vaak beter boeken voor lezen trouwens dan televisie voor kijken. Of de correspondent. Of de correspondent. Of jouw vlogs wellicht. Nou. Oh, ik mag geen vlog zeggen. Sorry. Video's. Ja, dankjewel. ja, ik ben sowieso zelf echt al jaren geleden gestopt met nieuws kijken. Maar vooral met het idee omdat ik gewoon daar heel verdrietig van werd. Ja. Maar dat zegt toch al wel genoeg, want dat is, ik bedoel, het is ergens heel raar dat je heel verdrietig wordt van het nieuws. Ja. Terwijl de afgelopen 30 jaar hebben we immense vooruitgang geboekt wereldwijd. Exact. Weet je, de extreme armoede is omlaag gegaan. De kindersterfte is zwaar afgenomen, de levensverwachting is toegenomen. Ik zeg echt niet dat er geen grote problemen zijn in de wereld. Ik bedoel, nee. Klimaatverandering, noem maar op. Mm-hmm. Maar
er is ook heel veel goed nieuws te vertellen. Alleen ja, dat staat zelden op de voorpagina. Want goed nieuws is geen nieuws. Exact. Ja. Ik ben net begonnen in jouw, een van jouw vorige boeken, Gratis Geld van voor Iedereen. En toen kreeg ik misschien een hele kinderlijke gedachte. Maar als de mensen, meeste mensen deugen en er zijn zoveel rijke mensen, waarom spreiden die rijke mensen dan niet meer geld over de armen? Ja, goede vraag. Misschien de crux zit al een beetje in de meeste. Kijk, de iets langere titel van mijn boek had kunnen zijn: de meeste mensen deugen, maar macht corrompeert. Okay. Dus dat is een heel belangrijk psychologisch proces. Daar weten we inmiddels ook heel veel vanaf. Dat macht is een gevaarlijk goedje. En dat is niet goed voor je. Als je er te veel van krijgt, dan word je een narcist. Dan denk je dat je weet hoe de hele wereld in elkaar zit. En dan denk je ook dat je belangrijker bent dan andere mensen. Dus het is echt heel belangrijk om macht in toon te houden. Ja. En lange tijd waren we daar dus best wel goed in. Toen we nog rondtrokken als nomadische jagers en verzamelaars in kleine groepjes, dan had je gewoon een simpel principe om macht aan de kaak te stellen, namelijk schaamte. Ja. Mensen zijn de enige dieren in het dierenrijk, naast een paar papegaaien, die blozen. Dus andere primaten, zoogdieren, die blozen allemaal niet. Wij blozen. Het is heel wonderlijk eigenlijk. Dat is een soort van onvrijwillig onze gevoelens zomaar weggeven. Hmm. En dat is een van die mechanismen waar we een soort van macht mee konden temmen. In het uiterste geval kon je natuurlijk ook iemand verbannen of omleggen. Ik vind het ergens heel ironisch dat als je nu denkt aan iemand als Donald Trump of zo. Ja, gedurende het grootste deel van onze geschiedenis, toen we gewoon nog jagers en verzamelaars waren, ja, had diegene het nooit gered. Want gewoon dat soort egoïsten en narcisten die werden door de groep uitgestoten. Ja. Terwijl nu leven we in een samenleving waar ze soms ineens president van de VS kunnen worden. Dus ja, dat zet je wel aan het denken. Ja. Diepe blik. Ja, ik wil het allemaal even verwerken. Waarschijnlijk heb ik over een kwartier een hele goede wedervraag. Ondertussen heeft een kat het even heel zwaar. Ja, wij zijn eigenlijk een beetje als katten ook, hè? Dus kat, nou, dat is grappig, want katten zijn gedomesticeerd. Dus dat betekent dat we millennia lang hebben we de vriendelijkste types, die hebben we doorgefokt. Ja. En ja, nou zijn het een soort van, ja, wat doen ze eigenlijk? Slapen. Ze willen gewoon slapen. En een beetje liefde ontvangen. Ja, inderdaad. En er zijn natuurlijk meer dieren waar dat voor geldt. Dus dat geldt voor koeien, schapen, varken, geiten, honden, poezen, noem maar op. Die zijn allemaal gedomesticeerd. Ja. En we weten uit de biologie dat er bepaalde dingen bij horen. Dus je krijgt dunnere botten, je gaat er gewoon liever snoeziger uitzien. Mm-hmm. De oren gaan hangen, weet je wel, krulstaartjes, al dat soort dingen. Dat noemen we wetenschappers het domesticatiesyndroom. Ja. En wat is nou het interessante, is dat precies dat domesticatiesyndroom ook te zien is bij mensen. Dus ook wij zijn gedomesticeerd, alleen dan niet door iemand anders, maar door onszelf. Dus ook wij hebben een proces gehad waarbij millennia lang de vriendelijkste types, de vriendelijkste, aardigste mensen, de meeste kinderen hebben gekregen. Dus dat noemen biologen survival of the friendliest. Oh, ja, ja. In die zin is het niet zo gek dat we het goed kunnen vinden met poezen en puppies en noem maar op. Want we zijn zelf ook een soort van puppy-achtige wezen. Ik noem dat zelf ook. Ja. We zijn homo puppy eigenlijk. Ja, ja, ja. En dat is een hele, ja, hele andere kijk eigenlijk op de mens. Dan sommige mensen zeggen, de mens is een plaag, of de mens is een monster of een veroveraar. Ah nee, we zijn eerder een soort van puppy-achtig, kwispelend, een beetje een nat wezen. Ja, het is wel grappig trouwens, want er is zo'n heel bekend boek dat heet Nice Girls Don't Get the Corner Office. Ja, ja, ja. Ik heb daar heel lang een tegenhanger voor willen schrijven. Ik heb het concept maar kan je zo doen. Hoor, maar ja, kan je zo doen. Toch? Ja. Er is heel veel wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat in veel organisaties juist de aardigste mensen omhoog klimmen. Ja. En het de mensen zijn die enorm narcistisch en egoïstisch zijn, die het minder goed doen. Maar je hebt ook natuurlijk bepaalde omgevingen, zoals de moderne politiek bijvoorbeeld, of de mediocratie, waar wel dat ellebogenwerk goed werkt. Ja, en de hardste schreeuwers toch wel het meest gehoorde worden. Ja, maar dat zijn dan ook een beetje zieke systemen, zou ik zeggen. In heel veel bedrijven is het zo dat juist aardiger zijn en mensen helpen. Je omhoog helpen. Ja. Er is een heel leuk boek ervan over, van Adam Grant. Het heet Give and Take. Ik weet niet of het vertaald is in het. Okay. Volgens mij Give and Take. Ja, volgens mij wel. Ik schrijf hem op. Ja. Take it away. Komt-ie.
Dat het goede besmettelijk kan zijn, toonden twee Amerikaanse psychologen in 2010 aan met een briljant experiment. Ze organiseerden een spel waarvoor 120 vreemden in groepjes van 4 werden ingedeeld. Als deelnemer kreeg je wat geld om het spel mee te beginnen en vervolgens mocht je een vrijwillige bijdrage leveren aan de groepspot. Na deze eerste ronde werd je ingedeeld in een andere groep, waarbij de onderzoekers twee personen nooit twee keer bij elkaar plaatsten. En toen begon de grote vermenigvuldigingstruc. Als iemand $1 extra aan de pot gaf in de eerste ronde, dan bleken de andere deelnemers uit de groep gemiddeld 20 cent extra te geven in de volgende ronde. Ook al speelden ze met heel andere mensen. Het effect bleef zelfs hangen in de derde ronde, toen er gemiddeld 5 cent extra werd gegeven. Alles bij elkaar werd een gift van $1 meer dan verdubbeld. Ik vond het echt een geweldige studie, want dat soort van illustreert op wetenschappelijke wijze dat principe waar jij nu eigenlijk aan het testen bent. Mm-hmm. Namelijk dat als je iets goeds doet, dan echoot dat door in de volgende ronde. Dus de eerste ronde is iemand geeft $1 extra. En de rondes daarna is nog 20 cent, nog 20 cent, nog 20 cent. De ronde daarna nog wat 5 centjes, et cetera. En dat telt bij elkaar allemaal op tot nog $1. Dus een verdubbelaar. Dus iedere act of kindness, die krijg je dubbel terug eigenlijk. Ja, dat is toch een geweldige manier om naar het leven te kijken. Absoluut, absoluut. Dat doet me eigenlijk denken. Heb jij wellicht nog onlangs een random act of kindness gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Het zit hem echt in de kleine dingen. Dat, zeker nu dat boek heb geschreven, als je dan in de trein zit of zo. Mm-hmm. Dat je dan denkt van, nu natuurlijk die voor laten gaan. Weet je? Dus je bent wel echt geprimed om wat vaker aardig te doen en iemand te helpen. Ja. Weet je, iemand vergeet wat. Maar ja, misschien zou ik het ook nog bewuster moeten opzoeken. Ik ben wel benieuwd wat dat betreft naar jouw ervaring. Ja. Kijk, in het gewone leven zitten er, kan je zeggen, gewoon heel veel momenten, zeker in het openbaar vervoer, weet je, of iemand is dat kwijt. Maar dat zijn nog niet meteen de allergrootste dingen. Nee. Nou kan dat dan wel verschil maken, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Gewoon juist de kleine dingen dat mensen, al is het maar gewoon glimlachen naar mensen. Want sowieso in Amsterdam zijn we gewend om gewoon elkaar straal voorbij te lopen. En ik merk dat als ik in ieder geval op rustige straatjes loop, dat als ik mensen gewoon gedag zeg en hoi of glimlach, dat al zoveel doet. Grappig, en dat is echt het minimale wat je natuurlijk kan doen. Maar dat, mijn quote is altijd, if you see someone without a smile, give them one of yours. Ja, mooi, dat is soort van mijn lijf. Maar dat is dus het super simpelste wat je eigenlijk misschien hieruit kan halen. Ja, en omdat het besmettelijk is. Ja, dus een lach roept nog een lach op. Ja, sorry, je kan een heel dik boek schrijven, maar sommige dingen zijn vrij eenvoudig. Nou, we hebben het eventjes compact gemaakt. Ja. Jij, je schrijft in je boek over een onderzoek naar elevation. Ja. Vertel daar nog wat meer over. Ja, dit is een heel uniek menselijke emotie. Ja. En ook wel heel bemoedigend. Dus mensen zijn zo bedraad dat als wij iemand anders, ook al kennen we die helemaal niet, als we iemand anders iets goed zien doen voor een ander, dat een emotionele reactie bij onszelf kan veroorzaken. Weet je wel, dat je het gevoel krijgt van kippenvel of zoiets. En dat je zelf ook zin krijgt om iets aardigs te doen. Ja. Dus inderdaad, dus de term daarvoor is elevation. Dus onderzoeker Jonathan Haidt heeft dat bedacht. En hij heeft zo'n verhaal in een van zijn boeken, dat hij heeft allemaal studenten gevraagd van, kennen jullie dit fenomeen? En iemand vertelde van, ja, ik zat in een bus. We waren aan het rijden naar huis en ineens springt een jongen naast me, die springt de bus uit en die rent naar een vrouw die er oprit sneeuwvrij aan het maken is. En ineens beseft zij zich van, weet je, hij gaat hem helpen. En dat is zo'n moment van, wauw, dat het kan, dat het gebeurt. Ja. En ik vind het dus, wat ik zelf zo interessant vind, is dat ons lichaam blijkbaar zo in elkaar zit. Dat het biologisch zo zit, dat we dat proces van elevation dan op gang komt. Het is een beetje alsof er op een resetknop bij jezelf wordt gedrukt. En dat even alle gevoelens van cynisme verdampen en dat je denkt, hey, wacht, het kan wel. Weet je? Dat je een beetje teruggaat naar je betere ik. Ja. En ik vind het dus leuk dat alleen het zoiets zien bij een ander het al kan oproepen. Dus wellicht dat je dat ook gaat veroorzaken. Laat het hopen. Is dat ook misschien ook waarom je lievelingsfilm Love Actually is? Ja. Nou, dat is heel grappig. Dus heel vaak zijn films die mijns inziens realistisch zijn, worden weggezet als het van naïef, romantisch, zoetsappig. Terwijl de regisseur van Love Actually, Richard Curtis, die heeft een keer gezegd, als je een film maakt van een of andere wappie gek die helemaal gaat flippen en trippen en iemand kidnapt en hem vastbindt aan een verwarming en 5 jaar martelt, weet ik veel. Dan wordt dat gezien als een
brute, realistische weergave van de menselijke conditie. Ja. Terwijl als hij een film maakt, zoals Love Actually, over mensen die verliefd worden op elkaar, ja, wat de hele tijd gebeurt, dan zeggen mensen, oh, naïef, idealistisch, weet je wel. Zo. Is dat toch, ja, hè? Maar hoe kunnen we dat nou aanpakken? Hoe kunnen we dat nou veranderen? Nou ja, ik denk heel erg dat het begint met andere verhalen vertellen. Dus ja. Je ziet echt dat er in de afgelopen 15, 20 jaar een enorme kanteling op gang is gekomen in de wetenschap. Dus wetenschappers van heel diverse disciplines, sociologen, antropologen, psychologen, geschiedkundigen, economen, noem maar op. Die zijn stuk voor stuk en onafhankelijk, vaak zonder dat ze van elkaar weten, overgestapt op een hoopvoller mensbeeld. En dat verhaal moet nu verteld worden. En daar is de meeste mensen deugen. Ja, dat is mijn kleine bijdrage. Van. Ja, geweldig. Dankjewel. Jij ook bedankt.